18 geleden kreeg ik pianoles. Niet zomaar met één vinger, maar met een stuk of zes. Ik moest toen noten lezen, een stuk van Strauss of Bach. Maar dat klassiek gedoe is iets wat mij niet lag. Zo dagelijks bij het melken was ik wel vingervlug. Maar kwam ik weer op les, dan ging het veel te stug. Toch één ding wou wel lukken, ik speel ook al vol gas. Maar ik wist echter nooit dat het een boerenboekie was. Het is de boerenboekie. Boerenboekie. De boerenboekie. Boerenboekie. De koeien dansen allemaal met me mee. Het is de boerenboekie. 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 Als ik de boerenboekie zing, dan is het weer oké. Het ging op laatst steeds beter. Wat ging dat vlug? Ik stuurde dus de leraar maar gauw naar huis terug. Ik had hem niet meer nodig met zijn klassiek gedoe. Het is altijd maar hetzelfde, daarvan word ik zo moe. Ik geef nu ook concerten bij ons in de stal. Ik heb helaas geen smoking, maar wel een overal. De andere boeren komen en dansen dan perfect. Onvervalste boerenboekie, die heb ik ontdekt. Het is de boerenboekie. Boerenboekie. De boerenboekie. Boerenboekie. De koeien dansen allemaal met me mee. Het is de boerenboekie. 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 Als ik de boerenboekie zing, dan is het weer oké. Okay. Allemaal met me mee. Het is de boerenboekie. 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 Als ik de boerenboekie zing, dan is het weer oké. Okay.